Binnenkort begint de sloop van de voormalige zusterflat in Appingedam. Een plek die tientallen jaren een mooi thuis is geweest voor de studentenverpleegkunde uit de regio. Inmiddels is de flat al een tijd buiten gebruik en maakt deze plaats voor een mooie nieuwe ontwikkeling. De Eems Delta Campus. De huidige schoolgebouwen zijn niet aardbevingsbestendig en zijn te groot voor het aantal leerlingen. Door bijdrage van de NAM en het Rijk ontstond de kans om een nieuwe campus te bouwen op de plek van de zusterflat en zonnehuis Solwert. De nieuwe campus biedt zowel voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs aan. Het Noorderpoort biedt beroepsonderwijs aan in diverse richtingen, zoals maatschappelijke zorg, pedagogisch werk en servicemedewerker breed. Daarnaast zijn er ook 3 middelbare scholen die naar de campus verhuizen. De George Martin School voor praktijkonderwijs, het Rudolf Pabes Kleveringa Lyceum voor HAVO, VWO en VWO Plus niveau van de Pastorielaan en het Theda Mansholt College voor VMBO niveau, wat nu aan de Sikkel ligt. De campus bestaat uit 6 gebouwen rondom een gezamenlijk plein, gesitueerd in een groene, parkachtige omgeving. De 4 scholen krijgen een eigen gebouw en behouden zo hun eigen karakter. Hierdoor kunnen we de kleinschaligheid van het onderwijs waarborgen, terwijl we voordeel kunnen halen uit gedeelde faciliteiten. Daarnaast biedt de campus ook ruimte voor praktijkonderwijs en komt er een sporthal. Meer dan alleen een scholencampus dus. Door de connectie te zoeken met het bedrijfsleven, de culturele sector en lokale sportverenigingen wordt de campus een centrale ontmoetingsplaats voor de grotere regio. Er gaat veel veranderen, maar er is ook aandacht voor het verleden. Het ontwerp van de campus is gebaseerd op de lokale wierde. Ook vormen enkele karakteristieke woningen en beschermde stadsgezichten, zoals de kerk van Solwert, belangrijke punten in het landschap. Eems Delta Campus wordt een nieuwe plek in Appingedam, die bruist van het leven en een veilige plek biedt voor jong, oud en alles daartussenin. Blijf op de hoogte van de campus op de website van de Eems Delta Campus.